Dit niveau. Zus, hoorde ik er vaak over. Ik dacht echt, ik heb een Fanta-blikje, man. Ja, echt. Ik trek iemand graag af. Ja, ik weet het niet. Ja. Of het graag is. Ja, ik zou gewoon, ja. Ik vind het leuk voor die ander. Oké, ja. Nou, als onderdeeltje. Klik maar mee. Zeker. Ja, nee, ik vind het wel leuk om afgetrokken te worden. Ja. Ja. Nou, niet. Hoezo niet? Dit is veel te lang. Je hoeft het toch geen uren te doen. Gewoon dus zonder deel. Ja. Niet urenlang. Nee. Nee, toch niet? Nee, dat vind ik te vermoeiend. Ja, zeker wel. Hoort erbij. Hoort er gewoon bij, inderdaad. Ja. Maar het moet wel goed, want het kan ook heel vaak dat gewoon iemand gewoon roekeloos gewoon aan je dik trekt. En dat is gewoon niet zo. Wanneer heb je voor het laatst iemand afgetrokken? Lang geleden. Lang geleden. Hoe lang is lang geleden? Ja, lang geleden. Ja, nee, maar dat hoeft niet met happy ending. In de algemeenheid. Gewoon in het algemeen. Geen idee. Geen idee. Nee. Doe je nooit eerst even aftrekken? Ja, er even mee spelen natuurlijk. Opwarmen. Dat is wel een poosje geleden. En jij? Ja, ook een tijd terug. Ergens in december of zo. Een tijdje geleden alweer. En dat kan ook jezelf zijn. Het was niet mezelf. 5 dagen geleden. Maar het was zeg maar aftrekken en pijpen tegelijk. Aha. Dus like, ik weet niet of het helemaal telt als like, alleen maar combi. Aftrekken. Ja. Gisteravond. Ga nou alsjeblieft zeggen dat jij dat ook hebt gedaan. Nee. Oké, nee. Waarom vind je aftrekken fijn? Ja, ik krijg plezier van als die andere er plezier van krijgt. Ja, ik ben wel echt een people pleaser. Noem je het? People pleaser? Ja. Ik word er blij van als hij blij is. Ja, zo is het. Ja. Nou, het is wel leuk om te zien dat iemand ervan geniet, toch? Zeker. Dat is toch geil? Nou ja, het is gewoon leuk om te doen. En leuk om iemand te zien genieten, dus beide. Ja, maar bij mezelf vind ik het te lang duren allemaal dan. Je bent meer een gever eigenlijk. Gewoon, dat is lekker, bezigheidstherapie. Maar je moet wel gewoon een volle hand hebben. Het moet niet zijn dat je zo moet knijpen. Dan is het niet fijn, dan krijg je spierpijn. Ja, gewoon is gewoon lekker gevoel toch? Zo. Het wordt er zelf ook een beetje, ja, ik denk de reactie van de... Ja, de reactie. Een reactie uitlokken ook gewoon, ja. Zeg maar. Is dan ook opwindend. Ben je wel goed in aftrekken? Ik denk het niet. Ik denk het niet. Nee. Ik heb het idee dat gewoon meer hoort bij zelfbevrediging. Ja, ja, dat. Weet je? Ja. Nou ja, je moet gewoon even een beetje oefenen. Daar komt het op neer. Tuurlijk. Wat denk jij nou? Echt? Mama didn't raise no bitch. En bovendien, ik heb een referentiepunt die de meeste bitches niet hebben. Dat is waar. Ik denk het wel. Blijf op papa. Ik hoop dat hij er ook hetzelfde over denkt. Seriously. Ik heb heel vaak van mensen gehoord dat vrouwen het of te hard vasthouden gewoon, of te zacht. Gewoon een blowjob cursus van een trainee. Ik bedoel, dat loopt gewoon meteen vol. Welke aftrektechnieken ken je? Laat ze zien. Waar zijn die dildo's? Hey, oh, dit is wat ik... De andere plaats op. Woe, Pina's, ja. Je moet een beetje omheen gaan. Je moet een beetje dit stuk pakken en het naar beneden brengen. Nee. En like... Sommige mensen vinden het leuk als je er overheen gaat. Ja. Maar dat moet je gewoon maar aanvoelen. Kijk, aftrekken is niet zo heel moeilijk. Oh mijn god, dit is wel heel groot. Dit is wel een joekel. Ja, dat denk ik ook, ja. Dan moet je goed voor de bevochtigd zijn, zullen we zeggen. Je weet dat sommige mensen vinden het leuk als je dit doet. Dat, maar als je zo begint, dan kan je ook voelen hoe nat een man. En dan krijg je daar, zeg maar, de slimy gedeelte. Dat je heel netjes naar beneden gaat, oké? Ja. Dan hoeft dat ook niet pijn te doen. Mm-hmm. Ja, mooi. Is toch goed? Nee, je moet niet te hoog rond die eikel, hoor. Weet je wel stroef dit is? Moet je spoelen. Dat is het beste. Dus sowieso maak je die beweging altijd ritmisch. Niet uit ritme, dat is zwaar irritant. Laat me alle dames één tip geven. Nooit
naar beneden trekken, die huid. Oké, doe dat niet. Open hand naar beneden, gesloten hand omhoog. Zodra je naar beneden trekt. Hoe weet je dit zo goed? I'm not yesterday, you know. Nou, gewoon zo. Maar dan wel een beetje draaiend, want anders dan stimuleer je het niet goed. En dan zo. Ja. Beetje een... Doe dat vooruit. Hier, draaien. Ja, zo. Ja, nee, dat is hem wel zo'n beetje. Hoeveel jongens heb je afgetrokken? 20 ongeveer, om nabij. Ik ging. Nou, gelukkig. Wat fijn. Wat gelukkig? Fijn. Waarom gelukkig? Nou, zou een hele late coming out zijn. Nou, ik weet het echt niet meer, want moet ik dan ook zo ver terug gaan denken. Want dat zijn er best wel, denk ik, wat. En als je moet schatten? Nou, rond de 45 zo. Oké. Nee. Ik ga er maar vanuit dat alle seksuele contacten die ik heb gehad, dat aftrekken een onderdeel van hoort er van gewoon bij, denk ik. Behalve tijdens mijn huwelijken. Dan als je een quickie wil, dan komt daar niet altijd aftrekken bij. Hoe groot is de grootste piemel die je in je handen hebt gehad en hoe klein is de kleinste? Ja, groot. Ja, maar echt groot, hè. Ik schrok daar echt van, hè. Ik was ook gelijk van, oh nee, dat gaat dus echt nooit verder dan dat überhaupt aanraken. Maar dat was echt twee handen. Mijn handen zijn groot, hè. Mm-hmm. En ik kon mijn hand daar niet omheen doen. Ik kon hem niet dicht doen, of wat dan ook. Dit niveau. Zus, hoorde ik er vaak over. Ik dacht echt, ik heb een Fanta-blikje, man. Ja, echt. Bizar. Jullie hebben 20 seconden de tijd om zoveel mogelijk seksstandjes op te noemen. In 3, 2, 1, start. Missionaris. 69, doggy. Cowgirl, reverse cowgirl, kruiwagen. Liggende doggy. Scharen. Swaffelen. Zwaardvechten. Ja, ja. Tower Bridge. Oh, de? Lesbian Triangle. Zijn er nog meer? Okay. Oh, shit. Lesbian. Vond jij dit nou een leuke episode, aflevering? Doe dan even een duimpje omhoog. Like, abonneer. En reageer. En tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Doei.